In het verleden zijn er altijd in Nederland hacker-events geweest, iedere vier jaar. En dat sinds 1989, als we de eerste indoor versie meerekenen. Dat was in de Melkweg of Paradiso. Paradiso. Kijk, ik was er zelf niet bij, ik was nog vrij jong in 1989. Maar sinds 1993 zijn er ook outdoor-events gehouden. En dat dan iedere vier jaar, op de oneven jaren. De andere oneven jaren zijn er in Duitsland soortgelijke evenementen georganiseerd door de CCC, Chaos Computer Club. En in de even jaren zijn er wat kleinere evenementen, en dan in Engeland, Denemarken, Luxemburg. En zo was er dus dit jaar, afgelopen zomer, SHA 2017. In het verleden zijn er ook bij dergelijke evenementen vaak badges uitgedeeld, omdat de eerste die we konden vinden was in 2011 op CCC Kamp. En dat was de Rocket Badge. Vier jaar later hebben ze een Radio Badge gemaakt, ook een heel mooi apparaat. En ook in Engeland en in Amerika zijn er heel vaak badges geweest. Hier zien we twee voorbeelden. De Rocket Badge was zo'n beetje de eerste, die gebruikte een Nokia 3310 scherm. En daarnaast een klein ARM processortje en ook een NFC communicatieprotocol wat zo lek was als een mandje. Voordat het evenement begon was de sleutel al uitgelekt. Dus van beveiligde communicatie was weinig sprake. Vier jaar later hadden ze een radio badge, maar die werkte niet echt als badge. Je kon niet bijvoorbeeld op spreekafstand iemands naam van dat kleine LCD schermpje aflezen en laten staan in daglicht. Was niks mee te doen. Voor SHA 2017 wilden we een badge hebben die ook echt als badge werkt. Dat je in ieder geval op spreekafstand iemands naam ervan af kan lezen. En daarnaast moet het ook wat toevoegen aan het evenement. De radio badge van CCC Kamp 2015 was een ontzettend mooi apparaat. Het is een HackRF. Je kan er een groot deel van het radiospectrum mee scannen. Van alles, maar het deed verder niets met het evenement. Er was geen interactie met het evenement mee mogelijk. En daarnaast wilden we ook dat het makkelijk te hacken moet zijn. Je moet er tegenaan kunnen programmeren zonder eerst gigabytes aan toolchain te hoeven downloaden, alles te compileren, door duizend hoepels te springen om je app ook daadwerkelijk op de badge te krijgen, laat staan op iemand anders een badge te krijgen. En het leek ons leuk om aan zo'n kleine 3500 mensen een leuke elektronische gadget te geven. Dus we zijn gaan brainstormen. Die brainstorms zijn begonnen ergens in 2015 voor CCC-kamp.
En toen hadden we het idee van, ja, hoe gaan we dat zichtbaar maken met daglicht en dergelijke, grote OLED-schermpjes, hoe gaan we het makkelijk maken? Ja, met OpenWRT kunnen naartoe telnetten, SSA en dat soort werk. Het werd allemaal een beetje duur en moeilijk. Tijdens begin 2016 hadden we het idee van, e-ink zou heel vet zijn. Het heeft ook als extra voordeel, je badge werkt ook zonder stroom. Bas heeft zijn batterij er niet eens aan, ik heb een batterij los. En het schermpje is nog steeds in werking. En de ESP32 die zou uitkomen. De ESP8266, voorganger daarvan, de bekende 5 euro wifi chip, die ondertussen nog maar een euro kost geloof ik. En de ESP32 zou eraan komen, veel krachtiger, dus het leek ons een mooi ding om mee te gaan werken. En toen in de zomer van 2016 IMF Camp kwam met hun badge, leek het ons een goed idee om de MicroPython op te zetten. De IMF badge laat ook alweer zien dat hij niet werkt als badge, want je mag hem met een viltstift je naam opzetten. Voornamelijk omdat de batterij met dat LCD-scherm vrij kort meeging. Maar zij hadden in ieder geval het makkelijk gemaakt om ook programma's te kunnen zetten. Dankzij MicroPython, wat gewoon een mini-variant van Python is. Dus dat leek ons heel mooi om dat mee te gaan doen. Dus ja, dan moet je gaan proberen om, om de rest van de organisatie van SHA te gaan overtuigen van het nut van zo'n badge. En ook dat e-ink werkt. Want een heleboel mensen hadden zoiets, e-ink, dat is traag, daar kun je niet mee. Dus ja, ik ben een beetje gaan knutselen en heb het lui gedaan. Ik heb een Arduino gepakt. Ik ben bij Conrad online gaan bestellen voor een e-ink schermpje. Heb er daarna een groter e-ink scherm uit China gehaald. En die aangesloten op de breakout van de Conrad. En wat ik had liggen, ik had een joystickje liggen. Dus ik denk, ja, dat is leuk. Dan kunnen we gaan verbinden. En volgende doet het internet het ook juist. En heb ik een proof of concept in een weekendje in elkaar geknutseld. Om de rest van het team te overtuigen. En hier zie je dus met een joystickje. Je hebt een e-ink scherm. Je hebt een menuutje. Je kan er wat items doorlopen. Hartstikke leuk. En nou ja, zoals je ziet, het zijn allemaal gewoon statische plaatjes. Helemaal gefaked. Behalve de menu-animatie met een XO'tje. Over de schermdrijver. En ja, mensen werden enthousiast. Ze hadden ook zoiets van, inderdaad, nou, dat e-ink is misschien wel traag, maar je kan er in ieder geval menu-navigatie doen. Dus we kunnen daar ook daadwerkelijk op het event iets mee. En we zijn dus hardware gaan maken. Dat hebben we gelukkig gekregen van iemand in het team met veel ervaring, Marcus Bechtold, Marcus Beck uit Duitsland. Die heeft ook aan de radio badge meegewerkt. En zo zijn we aan de slag gegaan om een minimal viable product neer te zetten. En dat werd een prototype area en een e-ink driver en een ESP32 die toen eindelijk uit was. Dat was oktober of zo, 2016, kwamen de chips op de markt. Dus op CCC-congres kregen we eindelijk de badge. Leuk, er was een klein foutje gemaakt. Marcus ging nog steeds uit van een 2.1-inch e-ink schermpje. Dus fragiel als wat. Het schermpje flappert in de lucht. Maar we hadden in ieder geval een prototype waar we iets mee konden. En ook waar we verder op konden werken. En kijken wat we verder aan hardware nodig hebben. Nou ja, toen zijn we doorgegaan. ETH 0 winter, dus 2 maanden later. En zoals je kan zien aan dit design, is eigenlijk nagenoeg hetzelfde als de final design. Met wel nog een heleboel uitzonderingen. Er zaten nogal veel chips in. Ik zal ze niet allemaal opnoemen, want dat heeft weinig nut. Maar er zat een losse capacitive touch controller chip in. Een display wat ik geloof 8, 9 euro per schermpje kostte in bulk. En daarnaast ook nog een losse IO-expander. Ja, dat werd allemaal veel te duur. Dus we zijn lekker door gaan knutselen en rekenen. 3 maanden later, en je ziet hier ook de RGB-W-letters. Herken maar aan het stukje geel onderin. RGB en wit. En we zijn gaan consolideren. Minder chips en veel goedkoper. En dat werd dus uiteindelijk de rode variant. En hier zie je ze allemaal naast elkaar. En je kan ook wel zien, de printplaten die we zijn gebruiken, of in ieder geval de printplaatleverancier, is ook goedkoper geworden. Dat kun je wel een beetje zien aan de
afronding van de hoekjes en dergelijke. Ik heb nog een vraag staan. Ja, natuurlijk. Is de capacitieve input van die ESP-V dan ook niet gebruikbaar? Dat kon wel, die heeft alleen vrij weinig kanalen en dan zouden we ook alle andere IO-poorten kwijt zijn. 8 of zo, 12? Ja, wij gebruiken er nu 8. Wij gebruiken er al 8. Ja. En dan zouden we eigenlijk alle inputs verder kwijt zijn. Ja. We hebben ook nog een SPI nodig. Ja. En daarnaast het uitbesteden, die capacitive touch controller chipjes, die gebruiken echt wel pico-amperes. Dus heeft voordelen om het uit te besteden. Aangezien ik alle chips en dergelijke heb overgeslagen, hier toch maar even een lijstje. We beginnen met de ESP32, een nogal overkill processor voor zo'n project als dit. 240 MHz dual core, 520 kilobyte geheugen en deze versie 16 megabyte flash. Speciaal door Espressif voor ons gemaakt. Het waren ook de eerste divisie 1 ESP32's in Nederland, in ieder geval in Europa. En de enige die nog steeds die geleverd worden met 16 megabyte flash. Een IN schermpje van 296 bij 128 pixels, 1 bit, zwart bit. Een capacitive touch chip, een USB serieel chip, waar we straks nog wel even op terug gaan komen, CPT2102. En even kijken, wat was er verder? Een batterijoplader, dat is triviaal. Naast de 8 capacitive touch buttons ook nog 2 fysieke buttons, heel fijn, aan de achterkant. We zijn van, gaan bestellen, want 4000 van die dingen maken, dat is een boel rommel. En een boel tijd. Gelukkig kwam Sebastius van RevSpace behoorlijk naar voren om alles op zich te nemen van het bestellen, het bijhouden. Samen met Kartoffel Microza zijn die ontzettend hard bezig gegaan om ook mensen erbij te halen, mensen enthousiast te maken om van die hele berg rommel te gaan naar een gestructureerde bergrommel. En de pakketjes. Zo kreeg iedereen de badge direct aangereikt op het moment dat ze op het evenement kwamen. Een zakje met alles erin, plus nog wat extraatjes, de ledjes los, het trailmotortje los. Maar wil je hier meer over zien, er is een talk op het SHA-evenement gegeven door Kartoffel en Sebastius. Die leggen dat in uitgebreide details uit, hoe dat ging. En hoe we dus al deze zooi in meer dan 500 manuur hebben verwerkt tot die pakketjes. Tijdens de eerste sweatshops die we in RevSpace hebben gedaan, waarvoor echt grote dank voor RevSpace voor het beschikbaar stellen van hun ruimte, hebben we ook badges weggegeven aan de vrijwilligers die kwamen helpen met het samenvoegen. En dat was maar goed ook, want ineens kwamen we erachter, die dingen werken ontzettend goed op USB, maar de helft had een probleem op de batterij. Wat bleek? Silicon Labs, die leuke chip, de CPT2102 sponsorde de helft van die chips. Die hebben ze direct naar onze fabrikant gestuurd, die waren in orde. Onze inkoper in China heeft goedkoop, maar niet zo goedkoop dat je zeker weet dat ze nep zijn, de rest van de serieel chips besteld. En daarvan waren allemaal fake. Hartstikke leuk, doen het perfect op USB, maar niet op de batterij. Dan komt er stroom terug via de datalijn en gaat de resetpin hoog. De CPU start nooit, de badge doet het niet op een batterij. Dus wat hebben we moeten doen met 2000 stuks? Spoortje doorsnijden, weerstandje sonderen. De data gaat er wel door, 10k weerstand. De data gaat er door, maar ik krijg niet genoeg power om zijn reset hoog te gooien. Dat maal 2000 keer doen is best een boel werk, ook met vrijwilligers. Daarnaast nog even een honorable mention. Iemand die kon gewoon niet op het evenement wachten en heeft met off-the-shelf onderdelen uit China, heeft zelf zijn eigen badge gemaakt. En die heeft hem ook meegenomen naar het event en heeft daar ook gewoon onze firmware kunnen draaien op zijn eigen badge. Wat ik echt heel cool vond van Daniel Fisher, Art Denning op Twitter. Dus, hardware, hartstikke leuk. Maar ja, je hebt er niks aan zonder software. Dus ook software moesten we gaan maken. En ik zou zeggen from scratch, maar gelukkig konden we standing on the shoulders of giants, konden we een heleboel dingen gebruiken.
we hebben de software opgedeeld eigenlijk in drie lagen. En al die drie lagen zouden van beneden af aan ook kunnen afvallen en nog steeds heb je een werkende badge die alles kan. Om te beginnen dus hardware drivers. We hebben drivers nodig voor de display, voor de capacitive touch, etc. We willen op het evenement ook op updates kunnen draaien, dus we hebben over de air update systeem nodig. Gelukkig heeft Espressif daar een goede basis voor. Die hebben we gebruikt en uitgebreid. Daarnaast wilden we ook andere data kunnen sturen over op het event. Eigenlijk passief via het BBP systeem. Daar is door gebrek aan tijd en focus amper gebruikt. We hadden een aparte partitie op de badge waar wij data heen konden sturen wat op een soort van torrentachtige manier met uiteindelijk erop komt zonder dat de badge verbonden hoeft te zijn met de wifi, puur door passief de data uit de lucht te halen. De laag daarop wilde voor de eindgebruikers makkelijk maken, MicroPython, en daarop dan weer applicaties van eindgebruikers. Hoe zijn we dat gaan doen? Om één grote repository daarvan te maken, dat wordt heel snel chaotisch. Dus we hebben dat opgedeeld in submodules, allemaal losse repositories. De basisframework, daarbinnen dan weer MicroPython, daarbinnen dan weer de graphics library, noem het maar op. Als je de Git repository binnenhaalt, dan is die zo'n 3 megabyte. Doe je een Git submodule in het, heb je een gigabyte aan rommel binnengehaald. Even later. Inclusief een binary toolchain. We hebben het letterlijk getest met wat sceptici. Binnen 10 minuten kun je op een running zijn met ons firmware bouw repository, puur en alleen door de README te lezen. En dat hebben we ook meteen in CI gegooid, Continuous Integration. Iedere commit naar master wordt gebouwd door een robotje, in dit geval Travis. En geeft ons ook een status terug op het moment dat er iets misgaat. En zo kun je dus veel makkelijker samenwerken ook met een groter wordende team. De ESP32 heeft van Espressif een heel fijn framework meegekregen, de IDF, IoT Development Framework. En die heeft een heleboel voordelen, want het heeft een kconfig, dus een Linux kernel config-achtige manier om te configureren. Dus je kan alle peripherals, bijvoorbeeld onze badges, gebruiken geen Bluetooth. Die hebben we in de firmware uitgezet via dat menu config. Omdat op het moment dat je 4000 apparaten op een veld hebt, die op Bluetooth allemaal lopen te scannen, dan kun je voor de rest 2,4 GHz internet wel vergeten. En die hebben we nou juist nodig om alle leuke dingetjes via de wifi met dat ding te kunnen doen. Dus daarnaast hebben we die build-time opties ook de verschillende displays gedaan. Bij de versies die helemaal aan het begin lieten zien, we hadden eerst een duurder schermpje en we zijn later vlak voordat we naar productie gingen, overgegaan naar een goedkoper scherm. Die zijn allebei gesupport, kun je in de hardware zetten, werkt fantastisch. En sterker nog, alle revisies van de badges die je op de eerdere slide zag, kun je allemaal kiezen in de menu config en voor compileren. En voor de rest werkt alles dan gewoon hetzelfde. Alles gekozen voor een Yink display. 96 brand 80 pixels. Ik kan alleen zwart op wit weergeven. En is niet al te snel met het updaten, zoals waarschijnlijk te zien is. Ja. En wil graag weten, ja, kunnen we altijd analyseren, want het zou leuk zijn voor je page. Daarbij komen we uit bij deze data. Wat hier in staat is, dat het eigenlijk het scherm betekent al is. Dus hoe lang iets zwart moet weergeven, hoe lang iets wit moet weergeven, in welke volgorde. Kost ons aardig wat tijd om het uit te zoeken. We hadden de documentatie van de fabrikant, maar dat was vrij summier. Het stond er wel in, maar het kostte mij ook weer veel tijd. Maar uiteindelijk is het gelukt en kwam eruit. Wij liepen er wel tegenaan van als je een scherm aan gaat sturen, dan heeft zo'n IE-scherm allerlei effecten, zeg maar, hardware beperkingen. Als je vrij lang een pixel zwart blijft maken, dan blijft het op een gegeven moment in het display hangen en bij elk volgend scherm moet je gaan kijken en zie je die zwarte pixel weer terug. Dat is een soort van watermerkachtig iets. Dat is
eigenlijk niet wat je wil bereiken. Gelukkig, na een dag, na een paar dagen is het al uitgewerkt, dus dan kun je dit weer normaal gebruiken. Wat ook kan, is dat je een pixel tekort afstuurt. Daarbij krijg je, zoals hier te zien is, het vorige plaatje half door het volgende plaatje heen. Is net niet helemaal wat je wil, maar is een stuk beter dan de andere optie. En verder, hier kon het ook nog extra gebruik van maken door meer grijstint weer te geven. Daar hebben we, zijn we verder gekeken, we hebben dat geoptimaliseerd en kwamen ongeveer bij dit algoritme uit. Het leek best te werken als we met een zwart scherm beginnen, dan eerste laag eroverheen, vervolgens een tweede laag voor de helft van de tijd, een derde laag voor nog kortere tijd. En zo kom je uit bij een best aardig uitziend grayscale plaatje. Uiteindelijk alles eigenlijk bij de e-ink werkend, totdat de andere e-ink is beschrijven. Die waren zo goed als compatible, maar net niet helemaal. Precies deze code die was compleet anders. Dus ja, weer van vooraf aan heel veel moeite. Het lijkt toch C, en je had het voor MicroPython. Klopt. De firmware zelf is allemaal in C, de MicroPython ligt daar bovenop. Kan er zo direct op. Het kost ons weer een hoop moeite om weer uit te zoeken hoe dit dan weer werkte. Het is uiteindelijk ook weer gelukt via diezelfde weg. En we hebben maar gelijk een abstractielaag tussen gebouwd, zodat we beide e-ink displays met dezelfde code aan konden sturen. Verder, wat hebben we meer op zitten? De ledjes erop zitten. Volgens mij al duidelijk genoeg gepresenteerd voordat. Presenteerd. Ik zal hem even aan. Die ledjes zijn eigenlijk allemaal aan elkaar gechained. Dus het eerste ledje zit het tweede ledje aan, het tweede ledje zit het derde ledje aan. Waardoor wij eigenlijk gewoon één grote datastream naar het eerste ledje kunnen sturen met alleen maar kleurwaarden toe. Dus eerst groen, rood, blauw, wit. De eerste led en dan dezelfde twee tot en met dezelfde de laatste. Dus ook de mogelijkheid om via de extension poort nog meer ledjes aan te sluiten. Neopixels. En nog leuker, inderdaad, je kan ook de goedkopere neopixels gebruiken. Dat zijn de RGBW's. Maar dus je verwacht 4 bit per led. Als je met je patroon er rekening mee houdt dat er daarna bijvoorbeeld de 3 bit of de 3 byte variant volgt, kun je dat gewoon aan één stream doorsturen. En daar hebben die ledjes geen enkel probleem mee. Verder zit er ook nog een trilmotortje op. En die hebben we, daar was een klein hardware issue ook, in zoverre. Ik ging ervan uit dat er MOSFETs gebruikt werden om hem aan te sturen. Het waren gewone normale transistoren. En daarnaast zit er geen diode achter om de stroom die terugkomt tegen te gaan. Ja, zo'n vibratormotortje, dat is een wankelmotortje met een gewichtje. Dus die loopt nog even wat door en die geeft daarna heel fijn power terug naar die transistor op een plek waar die niet verwacht, dus die wordt warm. Dus dan hadden we zoiets van, ja, dat kunnen we best wel op een hele luie manier fixen door gewoon alleen patronen naar de trilmotor te kunnen sturen. En in dit geval gewoon net 200 milliseconden was het geloof ik tussen. Dus ja, dan wordt die niet zo snel heel warm omdat je er rare PWM patronen of iets naartoe gaat gooien. Verder, aangezien we een e-ink schermpje hebben, is het ook wel fijn als die badge niet te veel bezig is. Er zit maar een klein stukje op. En als hij volledig verwerkt gebruik maakt met SSL eroverheen, et cetera, dan zit je al snel op iets van 300 mA of hoger. En ja, we hebben die e-ink, dus dan moeten we ook maar van de deep sleep gaan gebruik maken. Ook daarvoor hebben we een mooie abstractielaag gemaakt en nog wat meer. Firmware die ook de power meet. Het is eigenlijk een verkeerde term, want het is voltages in dit geval. Van zowel de batterij als de USB. Dus je kan dan zien of die aan het opladen is, of er nog genoeg in de accu zit, etc. En daarnaast ook de capacitive touch buttons. Daar hebben we een mooie draad voor gesteld. Touchbuttons, die kunnen de touchlevels en de release levels voor instellen. Touchlevel is het niveau waar je boven moet komen om
de knop in te drukken en de resultaten is waaronder het moet komen om de knop weer vrij te geven. Dit is echter per knop verschillend, omdat de afstand naar de touchstip per knop ook verschillend is. En verder is ook per de geproduceerde badge ook, zijn er ook weer verschillen. Want ja, elke badge weer net iets anders. Ja. Dus dat moesten allemaal gaan meten, zeg maar. In ieder geval. Daarvoor hadden we een Facebook programma geschreven. De eerste keer dat de badge opgestart wordt, gaan we de voltages checken, gaan we kijken wat de capacitive touch input is, of het binnen de verwachte waarde ligt. Ligt het binnen de verwachte waarde, dan slaan we die waarde op als de resting phase, zeg maar. Dus als basis voor de touch and release. En als alles goed was, dan konden we een plaatje laten zien waarmee we ook de badges uitleveren. Een hartstikke leuke grayscale plaatje. En daarin hadden we ook nog even, aangezien de helft van de badges een verkeerde chip had, deden we een stukje detectie, dus eigenlijk nog voor het flesje van die first boot, welk type chip het was. Zodat we in plaats van mensen met een microscoopje moeten kijken naar minimale verschillen tussen die chip, of met een batterij moeten gaan poken, doet hij het ja of nee, konden we gewoon letterlijk op het schermpje zien F, fake, SL, silicon labs. Dat kun je iedereen leren. Die NPA-121 heeft begrijpelijk zelfs een auto-instelknop, dat je dat kunt in een code sturen dat hij dat zelf bepaalt. Die werkt dus niet op tijd. Die werkt half. Niet goed genoeg. Niet goed genoeg. Hij probeert zeg maar te learnen, ja. Maar dat probeert hij de hele tijd. En, Ja. Dus dat betekent dat als je het knop in blijft houden, dan heeft het op een gegeven moment zoiets van oké, blijkbaar heb ik het verkeerd gedaan, dan ga ik nu dit aanhouden. Dus je kunt veel beter van tevoren de state opslaan en altijd die state gebruiken. Okay. Ja, de handmatige kalibratie bleek een echt een heel stuk effectiever te zijn. Kan dus weken tijd schelen. Duurde dat dan uit? Ja. Voor over de air updates. Er zitten twee partities, firmware partities op de badge. De ene is de actieve, de andere kan naartoe worden geschreven. En op het moment dat de checksum komt, ik weet niet, volgens mij keek ik alleen naar de file site. In ieder geval, nadat het gecontroleerd is, wordt er vanaf de nieuwe partitie geboot. Aangezien we op een hacker evenement zitten, over-air updates, hackers, hartstikke leuke combinatie. Vonden het wel belangrijk om dat ook met HTTPS te doen. Helaas, alle default examples die we konden vinden, controleerden totaal niet of het certificaat dat aangeboden wordt ook maar enigszins overeenkomt met wat je verwacht. Om dat op te lossen hebben we gekeken, nou ja, alle dingetjes op SHA, ster.sha2017.org, draaiden op één wildcard certificaat en dat was uiteindelijk een Geotrust Global Cert certificaat. Dus we hebben dat ene root-certificaat erin gestopt en daarna van werden de over de air updates. In ieder geval de handshake van de SSL gevalideerd. Daarnaast plaatsen we ook een klein bestandje op de server, wat af en toe gepolled wordt door de eindsoftware om te kijken of er nieuwe versies beschikbaar zijn. Er zijn hoeveel versies tijdens het evenement uitgekomen? Is het van 4 of zo? 3? Of 5? Zo. Nee, dat zou het is in ieder geval goed gebruikt. Maar dan komen we dus aan MicroPython. Waarom hebben wij gekozen voor MicroPython? Ten eerste omdat op IMF Camp iedereen die met dat ding heeft gespeeld en er ook voor gecode heeft zoiets had van dat is echt zoveel makkelijker dan wat we ooit eerder met een badge hebben gedaan. Heel veel mensen kennen al Python. MicroPython is ook gebaseerd op de standaard Python 3 syntax, API's. En ook een deel van de libraries zijn gewoon beschikbaar. Maar sommige dan in kleinere varianten, zoals SSL, USSL, de microversie, noem maar op. En we konden een deel van het ecosysteem, bijvoorbeeld de interface widget libraries die voor IMF packs zijn gemaakt, konden we grotendeels overnemen. Alleen MicroPython voor de ESP32 was nog vrij jong. En daarnaast heeft het ook een paar rare quirks. We zijn hier bij de NLUG. Dan is het wel leuk om aan te geven dat standaard de tijd dingetjes op MicroPython allemaal secondes vanaf 2000 zijn.
plaats van 1970. Het is heel leuk als je daar ineens achter komt. En de GE gaan we zo meteen in de tijd. Ja. Dus ja, we hebben er nog wel om een heleboel dingetjes heen moeten prutsen. En een deel daarvan zit nu ook upstream. Een groot deel gaat nooit upstream komen, omdat ze gewoon keuzes hebben gemaakt waar wij zoiets van hadden, daar zijn we het niet mee eens, dus dat doen we anders. En zo verder. De hardware abstracties die al in de firmware werden gemaakt, die konden we dus ook vrij gemakkelijk doorlussen naar MicroPython. Waardoor je bijvoorbeeld kan zeggen, joh, doe mij 6 keer die RGBD-waarde. En alle 6 de ledjes zijn gekleurd. Of zet de trillmotor aan en in dit geval met het troontje. Is de C0 uit dan interessant? Of? Nee. Zelf deed ik meestal 42, want dat is 0-1. Dus dan kreeg je 3 busjes achter elkaar. En verder ook een abstractie laten, of in ieder geval de file system om de SD-kaart te kunnen mounten, lezen, etc. Daarvoor hebben we ook nog een keer het VFS van MicroPython vervangen door de VFS van de ESP, aangezien we op andere stukjes, zoals de graphics loader en dergelijke, ook al een andere versie gebruikten. Verder, bij MicroPython, ondanks de garbage controller en de connector en nog wat dingen, loop je toch al snel uit je geheugen. Dus we dachten, weet je wat handig is met die 99% downtime? Als je gewoon kan aangeven wat de volgende actie is op het moment dat er geboot wordt. Dus we hebben een NVS, bijvoorbeeld wel storage, veldje genomen. Daar gezet, als je, ik geloof dat hier komt te heten, als je daar de applicatienaam in zet, dan gaat hij die proberen te runnen. Kan hij dat niet vinden, valt hij door naar het hoofdmenu. En via die NVS settings kun je dus ook naar de first boot, want dan is hij helemaal leeg, start hij de first boot en zet hij die variabelen van bijvoorbeeld de touch controller, noem het maar op, of over de air update. In eerste instantie had ik die in de achtergrond draaien, maar dat was toch een beetje flaky, omdat ja, doe je andere dingen met de wifi, dan gaat het allemaal in elkaars weg zitten en dat ook het geheugengebruik was daar lastig. We hebben de UGFX Micro Graphics Library gebruikt, die ook voor de IMF Camp Badge werd gebruikt. Alleen die dus was niet helemaal op zwart-wit en op 1 keer sturen en het plaatje staat er klaar voor. Dus hebben we daar nog wel een paar dingetjes moeten doen. Gelukkig had pas al low-level drivers voor display en dergelijke al geschreven, dus eigenlijk viel het heel erg mee om dat erin te hangen. We hebben wel nog een eigen PNG-lader en JPEG-loader gemaakt, voornamelijk om geheugengebruik enigszins onder controle te houden en goed met de grayscale te kunnen werken. En daarnaast, uiteindelijk zaten er het launch, ik geloof 3 GZIP bibliotheek in. Dus we zijn ook een beetje wat wildgroei gaan creëren. Niet iedereen had nog een badge, maar we wilden wel graag dat mensen ook alvast konden gaan spelen ermee. Dus hebben we ook even gekeken. MicroPython heeft ook een Unix port en die werkt in principe overal op. Als we dan een MicroGraphics SDL library eraan vastlijmen en nog wat extra dingetjes, zoals ANSI code 7, de ping bell character voor de buzzer en RGB kleurtjes voor de ledjes. Nou ja, dan kunnen mensen vast gedeeltelijk programmeren er tegenaan. Enige nadeel is, standaard op de badge gebeuren allerlei background dingen en de MicroPython Unix versie die doet niet aan background rendering. Dus je moet in je applicaties om ermee te kunnen werken ook gewoon echt een endless loop aan het eind zetten, dus het wild true pass of zoiets. Hartstikke leuk. Hoe krijg je dan die software op je badge? MicroPython heeft standaard UPIP, een verkleinde versie van PIP aan boord. Enige nadeel, die had een heleboel dingen nog niet. Dus dat hebben we er zelf maar in moeten stoppen. Zoals versiebeheer. Het kunnen ze. Standaard UPIP, als je zegt installeer dit, dan installeer je dit. Let ook eventueel de dependencies. Maar kijk niet, heb ik dit al? Welke versie van dit draai ik al? Etcetera. Dus dat erin gestopt.
Daarnaast, Puppet gooit standaard alle applicaties in de lib-folder. En dan niet gewoon alle applicaties, nee, alle bestandjes die in dat zipje zitten in de lib-folder. Dus ja, alles wordt overschreven door iedereen's applicatie. In dit geval een hacker-event, een open repository van applicaties, dat is geen goed idee. Dat is niet stabiel, dus per applicatie een mapje, wat daarna versioning weer heel veel makkelijker maakte. We hebben er ook nog listing en searching aan toegevoegd en een extra stukje in de USSL, de Micro SSL Library, die dus ook weer TLS-validatie doet, maar alleen voor het SHA 2017 domein. Het was heel simpel, het was uiteindelijk één regeltje. Hoe krijg je dan de software op die badges? Ik dacht, nou, we hebben nog maar kort voor het evenement, dus ik pak iets wat ik goed ken, in dit geval PHP, en ik maak een simpele software repository. Ik heb naar de JSON modellen gekeken van UPIP, heb aan de hand daarvan heel simpel gemaakt, MicroPython programma's heten X, nou, die hebben een JSON model, daar hangen revisies aan, categorieën, een status, en dependencies. Als we dat uitwerken en daar wat drag and drop aan hangen, dan hebben we best een gebruiksvriendelijke interface. Je kan dependencies kiezen in een listje, je kan met een drop-down de status geven, gooi er een stukje tekst tegen zodat mensen ook weten wat het is, revisies publishen, drag and drop voor je bestanden, hartstikke handig. Hang daar dan nog even een listening editor aan, ook allemaal open source in dit geval is het CodeMirror. En die heeft als extra feature ook de keuzemogelijkheid voor editor bindings. In dit geval voor Vim, Emacs, Sublime. En hoe laat je mensen kiezen? Door ze gewoon als standaard default notepad.exe te geven. Dan kiezen ze vanzelf wel hun favoriete editor. via PyFlex hebben we ook nog een codesniffer aangehangen. Die op het moment dat je een foutje opslaat, warnings en errors geeft. Hartstikke leuk. En we hebben nog een op de server aangepaste versie van gzip gezet, mini-gzip. We hadden een klein probleem met het uitpakken van grote bestanden. Op de badge kostte te veel geheugen. Dat hebben we op een gegeven moment ook anders gefixt door gewoon op andere plaatsen veel minder geheugen te gebruiken, alles te optimizen. Alleen, we hadden nog een mooie manier om het op te lossen en dat was door gzip zijn dictionary size te verkleinen. Dat kostte een heleboel minder geheugen, enige nadeel, de bestanden zijn wat groter. Nou ja, wifi is goedkoop, we hebben 16 megabyte flash, grotere bestanden, minder geheugen. Dus ja, ik heb gekozen voor tooling die ik kende. Hartstikke leuk, ook daar alles in de CI gegooid, unit testen erop. Ik geloof dat het in totaal 3 dagen werk was om een hatchery te bouwen. En met een paar mensen erbij. Alleen die unit test, hartstikke leuk. Het helpt je niet echt tegen fouten. Op een gegeven moment dachten we dat we gehackt waren. We kregen op Twitter van iemand te horen, ja, dit komt volgens mij niet. Alle programma last edited veranderen iedere minuut. Van alle programma's die in de hatchery zitten, zei ik, wat? Oh, nou, de server kijkt, ja nee, er is niks raars. De SA Unix logs zeggen ook niks raars. Geen enkele log, wat is er aan de hand? Dus teruggekeken in de commits, oh wacht, ik heb een pull request gemerged van download counter. En wat doet die? Die update het projectobject. Dus ja, heel fijn, dan kun je unit testen wat je wil, dat soort menselijke fouten blijf je maken. Toen kwam eindelijk de lang verwachte dag, 4 augustus, Zeewolde. 3650 mensen, 4 dagen lang, 1 groot feest. Gigantisch groot terrein, misschien wel te groot. en omdat een ander project, een arcade geloof ik, kwam te vervallen, hadden we daar de mogelijkheid om ook een grote tent neer te zetten. En dat werd de Matchbar. Die hebben we de eerste dag ook gebruikt, op dag 0, voor het evenement om nog de laatste soldeer rework fixes te doen, zodat iedereen ook gewoon zijn badge kon krijgen op het moment dat ze aankwamen. En daarna is het gebruikt voor het solderen van ledjes, de trilmotoren, door mensen hulp bij het solderen en ook iedere keer het herflashen van de firmware. Maar daar komen we straks nog wel op terug. Het was één groot feest, alleen maar blije mensen.
En hetgene wat daar eigenlijk nog het meeste voor kwam, was dat de schermpjes loslieten. Om het sneller te kunnen produceren, hebben we een blue dot kunnen gebruiken met twee huppeltjes lijm. Die waren niet zo goed bestand tegen het warme weer. Dus die schermpjes vielen los en mensen kwamen bij ons van, heb je een plakbandje? Dus er liepen daar in die tent iedere dag wel 3 mensen rond om plakbandjes uit te delen. Hoeveel is die badge dan gebruikt? Nou, best heel veel. En wat hebben de mensen ermee gedaan? Ze hebben 256 applicaties tijdens het evenement geschreven voor die badge. Meer nog. Ongeveer 40 daarvan waren projectgerelateerd, zoals een programmaboekje. Er is nu ook een NLUG-variant van het programmaboekje. Maar ook een spel. Daar hebben 700 mensen aan meegenomen. 150 mensen hebben het spel uitgespeeld. Het was echt gaaf van locatie A naar locatie B. Er zat ook een stukje handshaking in, waar je een code overstuurde naar je vrienden en dat soort dingen. Ontzettend leuk, heel veel gebruikt. Op zo'n evenement heb je vriendenclubs, dat noemen we daar villages. Heel veel apps met een logootje van hun club, dat soort dingen. Een boek gedaan met letjes, zoals jullie al eerder zagen. En wat krijg je met zo'n open systeem waar we het zo gemakkelijk mogelijk hebben gemaakt dat mensen software kunnen maken? Nou ja, malware. Dus dan een beetje, wat kun je er tegen doen? Je kunt alles dicht gaan zetten, dus voorkomen dat de ene app in de directory van de andere kan gaan schrijven. Je kunt de andere API's strikter gaan maken, maar dat is eigenlijk niet wat je wilt. Het is een leuk ding waar je aan wil hacken en laat alles zo ver mogelijk openstaan. Een andere mogelijkheid was om bijvoorbeeld hashes te gaan verzamelen van alle apps die je eigenlijk niet wil installeren. Maar dat werd een heel probleem dat je eigenlijk een soort van kat- en muisspel begint. Daar wil ik me ook geen onderdeel van zijn. Dus we zijn uiteindelijk met een andere oplossing gekomen en dat is SafeMod. Je kunt een badge opstarten door de startknop in te houden. Daarmee komt het in een volledig veilige omgeving. Er wordt helemaal niets van het file system ingeladen. Het is wel mogelijk om gewoon apps te installeren en te draaien. Zeg maar die net geïnstalleerd zijn. Maar er worden geen background tasks gedraaid, er worden geen andere libraries ingeladen. En daarmee hebben ze eigenlijk het probleem verschoven naar anderen. Dat zij dat andere cleaner apps mogen gaan schrijven om bijvoorbeeld ransomware op te gaan ruimen. En die zijn ook tijdens het evenement geschreven. Er was een SHA-badge antivirus programma die ook nog daadwerkelijk goed werkte. Dat had ik niet verwacht. Maar het leuke was ook dat de mensen die malware hebben geschreven, een van de mensen die de eerste malware had geschreven, die kwam naar onze badge-stem toe, eigenlijk een beetje in paniek. Van, iemand heeft een malware heeft het aangepast, nu is het echt malware. Ja, dat waren wij. Zijn versie kon je op de reset-knop drukken en dan was hij weer vrij. Ja, nee, dat is niet leuk. Dus we hebben hem een klein beetje aangepast en er ook bij gezet, krijg je dit er met de hand niet af via USB-serieel of wat dan ook. Ga of naar de infodesk of naar onze tent, steek hem in de USB, je krijgt nieuwe firmware en veel plezier ermee. Dus die gozer kwam echt helemaal in paniek naar ons toe. Maar ja, wat gebeurde er daarna? Iemand heeft natuurlijk die laptop gepakt van de flashing en ja, die aangepast en daarna hadden we dat aangepast. Maar ja, toen bleek hij er ook nog een SSH-pubkey in gezet te hebben en de wifi aangezet op die laptop. Een boel gedoe en een boel gezelligheid, het was echt, het was heel erg fijn. Maar dat is natuurlijk wel een boel werk. Dit is een klein overzichtje en niet volledig van wat wij aan de software hebben gedaan. Dus eigenlijk vanaf februari naar december, hele begin december vorig jaar tot augustus dit jaar, meer dan 1200 commits aan MicroPython, 1000 commits aan de base firmware, 200 commits voor de App Store. Maar er zijn dus wel ook 330 programma's, dat heb ik gisteren even gekeken, in die App Store gekomen voor die badge. En ook 6000 releases, 15.000 commits. Het is heel veel gebruikt en niet alleen de software, ook de hardware op het evenement. Kun je zien, meest gebruikte device, SPS.
Dus ja, we hebben 2,4 gigahertz weer populair gemaakt. Eindelijk zat er na jaren altijd een deuk zo in de gebruik van 2,4 ten opzichte van 5 gigahertz. Maar ja, het was wederom 2,4 is in. Zijn er nog vragen? Wat was de kosten voor zo'n bed? Qua werk en alles niet meegerekend, sponsoring eraf, 20 euro. Heel tussen de 15 en 20. Ja. Er zijn er nog een paar te koop. Oh ja, voor 20 euro. En dan moet je bij je. Nee! Maar als je wil, dan kun je ze bestellen. Maar dan wil even naar de programmacommissie of naar mij. En dan even op de zorg zien. Ja, dat is het zeker. Je mag er zo wel even mee spelen. Nou, we hebben er een boel gefixt nog. Er waren er nog aan het eind van de rit. Hebben we een setje op de webshop verkocht. Daarna hebben we nog gekeken naar alles wat of tijdens het evenement of later is teruggekomen. Wat daar aan stuk was. Voor een deel was het de capacitive touch controller die even gereflowd moest met een hete luchtpistool. Bij een aantal anderen was het letterlijk een display of dat serieel chipje. Maar voor een deel heb ik die serieel chipjes ook gewoon vervangen. Dus er zijn er nog wat in omloop, maar dat zijn allemaal wel geen refurbished. Wat is aangeleverd? Een zakje met onderdelen, maar wat was er al pre-soldered en wat moest er gedaan? Alles was al gedaan, behalve de ledjes en de trillmotor. Zelfs de display hadden we er dus al gesweatshopt op gedaan, omdat die displays werden op grote trayen van 20 of 40 zoiets geleverd uit China. En als we die behoorlijk fragiel, want het is dus echt letterlijk alleen glas met een flat flex ribbon, als we dat veilig wilden verpakken, maar hebben we meer tijd kwijt dan om ze alvast op die bedjes te zetten. Dan hadden ze dus uit China gewoon zoals onderdelen gekomen, die hebben wel hetzelfde te De leveren. PCB's zijn bestukt geleverd vanuit China, dat is gedaan door PCBWay, dat staat ook achterop als een van de sponsoren. En die hebben heel veel moeite gedaan om het allemaal goed te krijgen. Klein suf voorbeeldje, de USB connector steekt iets uit. En ja, de badges waren gepanelized gewoon als één groot paneel. Dus dat werkte niet. Dus die moesten de Chinezen eerst met de hand al loshalen en op de lopende band zetten voordat de USB-connectors gereflowd konden worden. Dat soort werk. Ja. Maar ze werden dus eigenlijk volledig bestukt geleverd. Het enige wat wij hebben gedaan is de display doen en wat de eindgebruikers moesten doen. Even de klittenband aan de batterij en op het ding, batterij vastzetten en seconden ermee spelen, direct. En daarna dus optioneel nog ledjes te installeren, trailmotortje te installeren. We moeten er een eind aan maken, want de bol was. Mooi timing. Opa.